En deel 2. Chips voor mee naar school. Hey hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer je dit ook kijkt. Welkom bij een nieuwe shoplog op Vraag het Suus. Vandaag heb ik boodschappen gedaan bij de Aldi en bij de DK-markt. Het enige wat ik niet kon krijgen waren maiswafels, want die waren bij de Aldi op. En de DK-markt verkoopt ze niet, dus die moet ik nog even halen. Daar komt dus nog 79 cent bij in de loop van de week. Ik ga beginnen met de Aldi. Ik ga de boodschappen neerzetten en dan zie ik jullie zo. Deel 1. We hebben mee 1 cassis, 1 cola, 1 tropical. De rest was er nog. Een spitskool. Water voor Timo en vruchtensap voor Marijn. Een honingmeloen. 2 pakken rode bieten. Ik wil iets met rode bieten volgende week. Bananen. Citroenen. Want ik heb een kind dat citroenen gewoon eet alsof het een sinaasappel is. Een slurf met paprika's. Koekjes. 3 verschillende soorten waarvan ik er eentje weer mee ga nemen naar iemand om het weg te geven. Dat zijn die carrotcakes, want die konden ze daar niet krijgen. Dus die neem ik van het weekend mee. Maar ik heb ze wel gekocht, dus ze horen bij mijn budget. Een stuk brie, tomaatjes en voor beide brie vijgenbrood. Ik krijg gasten vrijdagavond, dus die mogen daarvan smikkelen. Dat was deel 1. En deel 2. Chips voor mee naar school. Maïsbrood. En ik bedenk me nu, er stonden net ook nog kruidnoten voor Marijn. Die ben ik ook vergeten te noemen. 2 pakken Optifit, want er waren er nog een paar over. Een sinaasappelsap. Witte bolletjes voor het weekend. 2 liter melk. En 2 pakken aardbeien yoghurt. Dat was de Aldi. Voor al deze boodschappen was ik €33,92 kwijt. Nu de dekenmarkt. Ik ga het neerzetten. En dan zie je zo de boodschappen. Nou, de boodschappen staan. Nu is het deel 1. Ik ga het je laten zien. De dekenmarkt. Daar heb ik gehaald. 1 familiezak chips. Haribo, kersen en persika. En ik heb mijn vriezer opgeruimd. En ik had weer plek voor spullen. En ik krijg nog voorlopig geen beest binnen. Dus ik heb gehakt. 3 keer. Kip. Nassivlees, verse worst, spekjes en slavinken. Ik heb druifjes meegenomen. De peren waren in de aanbieding. En appeltjes. En die laatste 2, die leg ik nog even in de koelkast. Want voorlopig zijn die nog te hard. En ik heb nog heel veel groenten liggen. Of tenminste heel veel fruit liggen. Op naar het tweede deel. En het laatste kleine beetje mix-ups. Dat zijn allerlei chipjes door elkaar voor de visite. Frietjes voor als Marijn en ik weg zijn komend weekend. 2 vanillevla en 1 vlaflip. Voor deze boodschap was ik in totaal €29,99 kwijt. Bij elkaar opgeteld dus €64. Helemaal mooi en ik ben heel tevreden. Veel vlees ingeslagen. Mijn koe was nog niet binnen, dus dat duurt nog een poosje. Ik zag dat die nog niet verkocht was. Dus ik moet nog even wachten. Ja, dan zou ik toch ergens anders vlees moeten halen. De halalslager is ook een van mijn favorieten, maar die waar ik graag heen ga, die heeft op het moment niet zo goed vlees. Daar hoor ik niet zo goede geluiden over. Dus ik had even nu zoiets van, het is in de aanbieding, het is voordelig, ik neem het mee. Ik ga het opruimen en dan zie ik je gauw terug in een gewone video of in een koopvideo of in een vlog. En dan bedank ik je bij deze voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog achterlaat. Ben je nog geen abonnee, klik dan even op de rode knop hieronder of overweeg dat in elk geval. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doeg!